Vrije trap, Michael Breij. Keeper Jan Hoekstra mee naar voren. Daar is de kopbal van Hoekstra, die vliegt erin. Het is Hoekstra, de keeper van Jong FC Groningen, die raakkopt. Afgelopen zaterdag zorgde Jan Hoekstra er met dit bijzondere doelpunt voor dat FC Groningen onder 23 een punt overhield aan de thuiswedstrijd tegen ASV De Dijk. De Dijk uit Amsterdam dacht een verrassende zege te gaan boeken in Groningen, maar had geen rekening gehouden met een scorende keeper van FC Groningen onder 23. Ik ben er redelijk vaak op aangegroeid, dus veel berichtjes gehad. Het is wel op het bij Veronica Insight gekomen en nog wat voorbij is gekomen. Dan hebben we dan een speciale zo-moment. Maar dan, Hans, dan zouden we jou op de kraag. Ja, dat moet je even opletten, jongens. Dit is Jong Groningen met de doelman Jan Dijkstra. En die kopt hem gewoon nog even binnen, de gelijkmaker tegen De Dijk. Hey, Jan Dijkstra, wie kent hem niet? Ja, ja. Ja, hier, heerlijk, man. Broer van Bert. Oh, hij heet trouwens Hoekstra. Maar Jan, die knip je lekker binnen, toch? Hey? Zo, zeg je dan? Laatste minuut, we staan 1-0 achter. En, Thanks, ja, eigenlijk tegen de tegenstander die we gewoon moeten winnen. En dan ga ik mee naar voren om nog iets uit te halen. Ik ga mee naar voren en ik kom hem erin. Je zou bijna denken dat de keepers van FC Groningen trainen op het koppen. Nee, natuurlijk niet. Als keeper pak je gewoon, ga je ballen pakken. Een kopje, en dan oefen je niet op kopballen natuurlijk. Dus, Nee, maar je gaat wel mee als extra stormram. Ja, om er nog iets uit te halen, om het puntje eruit te halen. Nou, het gebeurt niet vaak, maar nu toevallig wel. Donderdag stond Hoekstra tijdens de training gewoon weer ballen tegen te houden. Toch zou hij niet misstaan in de spits. Dat liet hij afgelopen zaterdag wel zien. Zo zag het er wel uit, hè? Ja. Ja, Michael gaf hem goed voor. En, Michael Breij. Michael Breij, inderdaad. Ik had nog even contact en hij maakte de beweging van... Hij komt wel bij de tweede paal en ik sta er helemaal vrij en kan hem zo inkoppen. Maar wat is nou mooier? Zou een doelpunt maken of een fantastische redding verrichten? Voor deze ene keer toch wel doelpunt, omdat het gewoon niet vaak gebeurt. Ik wist ook niet echt wat ik moest doen toen ik scoorde. Ja. Dus natuurlijk een redding maken is altijd mooi, maar dit gebeurt bijna nooit. Dus dan is het leuk om een keer te scoren, zeg maar.